Welkom bij Code Kraak, waarbij jij een keer de kans krijgt om te winnen. Anders dan bij vele andere spelprogramma's krijgt iedereen hier een gelijke kans. Onderweg in 8 afleveringen is het de bedoeling dat je een code kraakt van 24 cijfers. Elke losse aflevering bevat 3 opdrachten, waarbij je bij elke 1 cijfer van de 24 codegetallen kunt vrijspelen. Door de opdrachten, rebussen, berekeningen goed uit te voeren en het juiste antwoord te kiezen. Als het jou lukt om de 24 codegetallen te kraken en als eerste in te sturen via mijn Instagram @decodekraak, dan win jij Codekraak 2022. Ik wens jou heel veel puzzelplezier in deze aflevering. Hallo allemaal, hier ben ik weer. Dit keer niet buiten, omdat het de afgelopen week nogal veel aan het regenen is. En ik geen tijd heb gehad om het leuker te kunnen performen dan hier. Maar vroeger toen ik op de basisschool zat, kregen we af en toe wel eens sudoku's om op te lossen. Aan jullie de taak om de sudoku die op het scherm te zien is, op te lossen. Als je de sudoku hebt opgelost, dan zijn we vooral benieuwd naar de getallen die in de gekleurde vakjes staan. Deze getallen moet je bij elkaar optellen. Maar dan zijn we er nog niet. De sudoku is namelijk ontworpen door een Amerikaan, genaamd Howard Garns. In een bepaald jaar werd de sudoku ook in Nederland geïntroduceerd. De getallen van de voorheen opgeloste sudoku tel je bij elkaar op en dan doe je dit uitkomstgetal plus het jaar dat de sudoku in Nederland werd geïntroduceerd en tel je er nog 2 bij op. Dan kom je uiteindelijk op een getal uit het volgende lijstje en dit is de oplossing. Veel puzzelplezier! Een codenaam in een codekraak. Daar gaat dit gedicht over. Let goed op, want in dit gedicht zit misschien wel een bericht of een gezicht. De code die jij zoekt is een ode, net zoals de mode. Oké, hier komt het gedicht. Kijker, jij betekent zoveel voor mij. Jij keerde voor mij het tij. Als ik kijk naar je mooie ogen, wordt er over de waarheid nooit gelogen. Een woordenwisseling zal het doorstaan. Kijk mij maar eens goed aan. Iedereen zal dan zien dat de code hierin verstopt zal zitten. Terugkijkend op verleden jaren verloren we alleen onze wilde haren. Ik ben naar de kapper geweest. Door de bossen loopt ook nog een weg. Zonder veel zorgen en zonder pech. Een codegetal voor jou. Het is heel bijzonder. Voor jou geef ik de volle 100% erop of eronder. Van mij krijg je tot slot geen hints meer. Maar heel misschien volgt op Instagram meer. Goed, in dit gedicht zat een goed bericht. Er zijn 3 hints gegeven naar waar jij de code moet gaan vinden. Tel alle cijfers die je hebt gevonden bij elkaar op en zie daar je lot. Op het scherm zijn de vraag en de potentiële antwoorden te zien. Onthoud net zoals de voorheengaande opdrachten dit codegetal ook. In Codekraak is het ook de bedoeling dat je je gezonde verstand gebruikt. De afbeeldingen die nu op het scherm te zien zijn, zijn speciaal. We zijn op zoek naar een getal, een tweedelig getal. En als je het getal weet, dan is dit ook meteen het derde codegetal van deze aflevering. Als het goed is, heb je nu weer de 3 codegetallen van deze aflevering gevonden. Net zoals vorige week.
En in de volgende aflevering zul je weer de volgende 3 codegetallen moeten gaan vinden. En zullen ook weer de 3 opdrachten beschikbaar worden. Voor nu bedankt voor het kijken. Abonneer op dit kanaal voor meer. Volg Codekraak op Instagram voor extra hints en aanwijzingen naar de 3 codegetallen per week. En dan hoop ik jou volgende week weer te zien bij de 3e aflevering van Codekraak. Laters.